meer zo jong, althans hij niet. Maar het is wel een nieuwe combinatie. U zult vooral hem herkennen. Hij reed voorheen met Vanessa James, maar nu zijn het voor Frankrijk Adelie Canac en Yannick Bonheur. 20 en 28 dus. En ze zijn Frans kampioenen geworden. En ook zij zijn pas bij elkaar gekomen in 2010. Met een drievoudige Celsof. Hij was niet helemaal rond. Dubbel twistlift. Geworpen drievoudige Rietberg op twee voeten geland. Nou, we zien in ieder geval wel een verschil in presentatie met het paar uit Estland. Synchroon in die pirouette. Nu komen ze er beter in. Goed op elkaar blijven letten. Nou, dat gaat ook moeizaam hoor, bij hem. Dan zijn ze ook nog een beetje te vroeg klaar. Canac en Bonheur. Nou, dat viel ook niet mee, Haya. Nee. Jongen, jongen. Ik weet ook niet waarom dit nu bij elkaar gekomen is. Duidelijk niet op elkaar ingespeeld. Nee. Hij was een heel mooi duo met Vanessa James. Prachtig paar. En vorig jaar Frans kampioen. Maar zij was vorig jaar ook tweede op het Frans kampioenschap. Met haar vorige partner, Maxime Coya. En ja, twee goede paren waren dat. Dus ik weet niet wat daar nou gebeurd is. Ik geloof dat dat in de persoonlijke sfeer ligt. In de relationele sfeer. Nou, eerder persoonlijk dat het gewoon niet zo goed met elkaar boterde. En toen hebben ze het dus met andere partners geprobeerd. Maar ja, deze Canac en Bonheur, ik heb ze al verschillende keren dit seizoen gezien. Veel technische problemen, niet op elkaar ingespeeld. Dus er is er nog heel veel aan te sleutelen. Ze zijn ook vrij langzaam. Er zit niet veel vaart in die kuur. Ja, maar je kunt ook als paarrijder niet zomaar met iedereen schaatsen. Hè? Die klik in dat schaatsen moet er zijn. Niet alleen persoonlijk, maar die timing in dat schaatsen. De techniek moet op elkaar afgesteld zijn. Het is niet dat de ene op een ene manier de sprong in gaat en de andere op een heel andere manier. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Je moet dat natuurlijk helemaal precies gelijk doen. Dat is de essentie van paarrijden. Het rijden als eenheid. Ja, en ook daar is nog wel wat aan te verhapstukken bij Canac en Bonheur.
ook die eenheid, hè? Dat geldt niet alleen voor de elementen, maar dat is ook een wezenlijk onderdeel van die components. Klopt. Die 5 components die de juryleden moeten geven. Het komt eigenlijk in alle components tot uiting. Die components, die 5 onderdelen van de presentatie van de kuur. Met name in het onderdeel performance execution. Maar eigenlijk in alle onderdelen komt dat dus naar voren. Hier de drievoudige saus, hij is dus niet rond. Zal waarschijnlijk een underrotate of een downgrade krijgen. Als die sprongen meer dan een kwart draai missen, dan moet het technisch panel een zogenaamde underrotate geven. Dan krijgen ze maximum 70% van de startwaarde. Is het een halve draai of meer te weinig, dan is het zelfs een downgrade. Dan krijgt hij de waarde niet meer van een drievoudige, maar van een dubbele sprong. En bij paarrijden telt de zwakste schakel. Ook hier de positie van het vrije been is niet netjes opgeleid aan elkaar. Ja, zo zijn er gewoon heel veel oneffenheden. Hier lift hij heel erg uit zijn rug. Blessure gevoelig natuurlijk paren. Als je op deze manier lift, dan houdt je rug het niet lang uit als jongen. Vanuit je knie liften. Vanuit moet je boven je schaats blijven staan. Zo heb ik al heel veel blessures gehad in het paarrijden. Maar goed, het is hun eerste jaar samen, dus ze zullen ongetwijfeld nog beter worden. Er zijn ook niet veel jonge paren in Frankrijk. Ik heb ook niet bij de junioren echt paren gezien dit jaar. Dus ze doen het, kijk, op 2 voeten ook neergekomen daar. Ze doen het goed in het ijsdansen, goed bij de mannen. De dames, dat is al wat minder en paren, dat wil ook niet zo. En waar gaat de jury hen tussen stoppen? Nog steeds 41-51 van die Wit-Russen. Ons beste score. Dan gaan ze toch over. Ja, 43-02. Aan de leiding. Ja, het komt door de programma components. Daar hebben ze de hoogste score tot nu toe opgehaald.